Wat vroeg je dan? Wat zei je? Hè? Wat zei je dan? Nee. Doe maar klappen. Moet ik een actie roepen voor deze keer? Wat jij wilt. Wat jij wilt. Ja, dag. Jij bent, doe maar. Actie! Actie! Nou, dan mag... Bram, actie! Er mag wel iets meer actie in de actie, hoor. Actie, hier. Dankjewel, Bram. Chris, het is weer vrijdagavond. En dat betekent... Ruik even. Deze moet je gelijk weten. Wat is dit? Ja, dit is Pietie, hè. Dat is gelijk die rook... Dit is de fles die we van Rice hebben gehad. We deden hem open en we dachten echt, dit, serieus, deze? Ik ga hem erbij pakken. Dit is gewoon, je ruikt dan direct Hema rokenworst gewoon. Dat is wat je ruikt. Arkberg, het is een fles van 10 jaar oud. Maar deze fles, als je die opent, die is zo intens. Die ruikt gewoon naar gerookte makreel of zo. Ja. Of naar Hema worst, wat je zegt. Dit is echt een en al rook. Ik vind dat lekker. Niet altijd, op z'n tijd, weet je. Het is, als je hier een hele fles van opdrinkt, dan... Ik vind dit vind ik aan whisky... Wat je zegt, dat drink je sowieso niet de hele avond. Sowieso drink ik niet heel de avond whisky, maar is het puur voor de smaak bij mij. Maar deze smaak, ik vind het rokerige heel lekker. Ik hou daarvan. Ja. Als je nu uitademt ook, lijkt het net alsof ik makreel... Dan hangt een warm om je heen. Alsof je makreel gegeten hebt. Als je nu met iemand praat, dan deinst ze terug. Ja. Wat ook terugdeinst, dat zie je ook hier achter jou, dat is de koers. Ja. Die deinst ook flink terug. Afgelopen week hebben we heel wat rode cijfers gezien, wat verkoopdruk. Zowel bij aandelen als bij crypto. Ook weer heel veel vragen gehad. Wat is er nou allemaal aan de hand? Mensen die vragen, ja, wat moet ik doen? Want ik weet het allemaal niet meer. Ik ben in paniek. Als dat gebeurt bijna, veel, hè? Nou, maar ja, als je bijna $10.000 omlaag gaat, want dat is wat er is, wat je ziet op de chart. En dat is in een paar dagen gebeurd. We zien wel eigenlijk altijd als, vooral crypto en dan Bitcoin neem ik even als voorbeeld. De rest van de crypto doet dat ook. Maar je ziet dat als ze beginnen terug te testen, dan gaat het altijd met dit soort candles. Het gaat met momentum. Dan gaat het met momentum, dan gaat het hard. Er zijn natuurlijk verschillende dingen die spelen op de achtergrond. Positieve dingen zijn er ook. We hebben een Bitcoin halving gehad. We hebben voor Ethereum hebben we natuurlijk woensdag een video over gemaakt. Hebben we een aantal dingen in het verschiet liggen die positief zijn. We zitten ook nog steeds met rentes vanuit Amerika. Ja. Ja, en dan kunnen we het daar nu over hebben. Ik ga het gewoon zeggen ook. Ja, die zijn ongewijzigd gebleven. Ja. Of dat ook daadwerkelijk zo is. Want we nemen dit natuurlijk... Een klein tikje eerder op als vrijdag. Gaan we zien, maar ik verwacht dat die ongewijzigd blijft. Ja, als dat wel zo is, dan zien we misschien wat prijsactie. Want er kan ook altijd prijsactie uit voorkomen. Dat kan altijd. Maar er gebeurt genoeg. Er gebeurt er genoeg. Op de achtergrond. En het grappige is dat uiteindelijk al het nieuws wat nu naar buiten komt... dat allemaal niet zo negatief is. Dat het allemaal... We hebben economisch gezien niet zijn we niet in die recessie terechtgekomen. Heb ik het even over de macro-economie. Tuurlijk zijn er industrieën die afkoelen, maar het is veel minder erg dan we een paar jaar geleden. Minder desastreus misschien als dat geschetst werd. Want tuurlijk zijn er heel veel mensen die in de knel komen met hun financiën en weet ik veel wat. En er gebeuren echt wel genoeg dingen op de achtergrond waar je wat over kan zeggen. Maar de desastreuze... Recessie. Ik heb berichten gezien als... De wereldorde stort in elkaar. Het is. Mensen denken altijd in extreme. En je ziet uiteindelijk... Vooral als het omhoog gaat... Dan denken ze het gaat extreem goed. Als het omlaag gaat, het gaat weer extreem slecht. Als je daar een beetje een middenweg in vindt... Ja, dan kom je... Nee, maar hoe het geschetst werd was... Dit wordt de Great Depression... De grote depressie, die is het niet. Nee. Kijk, zijn er dingen... Maar kan ook komen. Nou, maar dat is wel zo. Ja. Zijn er dingen links en rechts aan de hand waar het piept en kraakt? Ja, iedereen verwacht dat aandelen, crypto, weet ik veel wat allemaal, in elkaar gaan storten misschien. Maar dat hoeft niet. Nee. En wij zeggen altijd, probeer nou eens een keer in twee scenario's te denken, niet in één. Nee. Zowel de mensen die bij wijze van spreken, waar wij het dan altijd op mikken is, altcoins. Die denken alleen maar up-only, altcoins, ik word rijk, hoef nooit meer te werken. Ja. Die gaan niet up-only, die gaan twee kanten op. Mensen die nu heel erg speculeren op, het gaat omlaag, storten in. Oh, eng. Het gaat niet alleen omlaag, het gaat twee kanten op. En je moet altijd die beide scenario's open durven houden. Tuurlijk, en dit is gewoon een long-term kijken, stukje vooruit. Kijk, tijdens het opnemen van de video, deze wordt iets, wat je zegt, deze wordt iets van tevoren opgenomen. Het kan best zijn tijdens het uploaden dat we inmiddels al op de 52 staan. Zou mij niks verbazen. Het kan ook zijn dat we in één keer een gekke bounce zien en alweer boven de 60. Ja. En dat is uiteindelijk wat prijsactie is, waar we op treden. Long-term investeren ga ik nu niet de hele dag achter de chart zitten. Oh, wat moet ik doen? Daar heb ik een plan voor al. Dus...
Ja, en dit plan stond ook al langer vooruit. Die box waar we nu in beland zijn, ja, dat kan een buybox zijn. Ja, dan koop je een stukje. En ga je dan weer verder omhoog, heb je winst. Ga je verder omlaag, kom je op een ander punt waar je weer kan kopen. Maar goed, losers en gainers. Daar hebben we natuurlijk tegenwoordig ook elke week eventjes over. Als we dan kijken naar de gainers van de week. Beginnen we even met de gainers. Ga ik er eentje op drinken? Ga jij er eentje op drinken? Dat is, er waren er niet veel. Helium, 30%. Als we het hebben over crypto. Dat is toch 30%. Ze zijn er nog, hè? Als jij in een dalende markt 30% kan pakken, dan ben je lekker bezig. Doe je dus heel goed. Dan ben je lekker bezig. Ja. Hou je een beetje van helium? Een klein beetje helium is wel... als we kijken naar aandelen, zien we Cyclacel Pharmaceuticals 55% in de plus. LendingTree 30% in de plus. Dus ook bij aandelen zijn er serieuze plusjes geweest. Dat is een aandeel ook waar heel veel pijn heeft gezeten. En dan zie je op een gegeven moment dat er dan wel weer een kleine opleving is. Ja, maar die is ook heel veel aangevraagd de afgelopen jaren, kan ik wel zeggen eigenlijk. Ja. Daar heeft heel veel pijn gezeten. Ja. En 30% plus in een week, ja, dat is gewoon serieus veel voor een aandeel. Ja. Ook voor een aandeel die is afgestraft, is het nog steeds een hoop. Als we kijken naar de losers van de week, want het is een rode week. Het is ellende, het is gezeik. Crypto. Hedera, Habar, 34% omlaag. Vorige week was het de gainer van de week. Ja, en er werden heel ik werd zelfs aangevallen. Ja, dit moet je hebben, want dit gaat naar de maan. En ja, dan zie je dat... Vaak als je die berichten ziet, dan moet je toch voorzichtig worden. Dit is wat we bedoelen met altcoins. Vorige week 46% in de plus en nu verliest hij 34%. Ja, en dat betekent niet dat hij in de toekomst nog hele mooie prijsactie kan laten zien. Maar afgelopen week was het gewoon geen goede investering geweest. Ja. En rood, bij aandelen was het ook rood. Grootste loser van de week op dit moment was dan Pegasus Digital Mobility Acquisition. Ja. 42% naar beneden. Bakt. Ken je het nog? Bakt? Ja, dat was, helemaal in het begin. Dat was een beetje de voorloper van de ETF of zo. Ja. Ja. Bakt, 32% onderuit. MicroStrategy. 17%. Ja, maar je weet dat daar een leverage in zit. Dus als Bitcoin daalt, dan dalen dit soort bedrijven nog sneller. Want mensen gaan ook sneller omhoog. Ja, even goed met een Coinbase. Oké, goed. Daar heb ik een aantal dingetjes die ik even mee wilde nemen. En we hebben natuurlijk weer een aantal leuke vragen. Sam, Bankman Friedman. Ja? 25 jaar is de cel in. Sisi is ook veroordeeld. Tenminste, Sisi moet waarschijnlijk 4 maanden de cel in. Ja. Voor natuurlijk het overtreden van de anti-witwasregels en dat soort zaken. Ja. Ja, snap ik wel dat er zoveel verschil in zit. Want ik denk ook dat het vergrijp verschillend is. 100%. Waar Sam mee bezig was echt frauderen, de boel oplichten, treden met de funds van de mensen. Wat er bij Sisi meer gebeurd is, er was in die tijd dat zij opereerde... ontbrak het aan regelgeving. Ja. Dus zij hadden een exchange en zij bieden producten aan. Ja, daar was nog niks over bekend. En als je daar dan achteraf met terugwerkende kracht eigenlijk voor veroordeeld wordt... Ja, het gaat kijk, over. Er zat ook een stukje witwas tussen en AML. En uiteindelijk bleken er allemaal boeven ook gebruik van te hebben gemaakt. Ja, dat gebeurt bij een USD ook. En bij een normale bank gebeurt dat ook. Dus... Ja, maar ja, moet je dan de dollar afschaffen omdat die gebruikt wordt voor, weet je, dat is natuurlijk ook, daar valt ook iets voor te zeggen. Kijk, en uiteindelijk heeft hij hem volgens mij ook gewoon aangenomen. Ik weet niet of ze nog in hoger beroep gaan, maar ik denk... De boete en zo is toch ook in het begin gelijk al betaald en weet niet wat allemaal. Ja, dus... de boete was ook wel fors hoor, want volgens mij voor hem, hij heeft een persoonlijke boete gekregen. Om erbij, even nat vingerwerk, 50 miljoen, moest hij zelf aftikken. Binance moest 5 miljard aftikken. Ja, dat is volgens mij de hoogste boete ooit ergens uitgekeerd. En dan denk ik, pak dan ook gewoon een keer die bank aan. Ja. Dat is dan meten met twee maten. Dat vind ik een beetje gek. Daar valt wat voor te zeggen. Daar valt wat voor te zeggen. Waar ook heel veel... jij zegt een boete van 5 miljard. Vind je veel? Ja. Dus 5 miljard vind jij veel? Dat vind ik wel veel, ja. Dat vind je wel veel? Ja. Oké. Kwartaalomzet van Amazon groter dan de complete economie van Slowakije. Ja. 134 miljard. Nee, maar ja, dat doen we met z'n allen. We bestellen alles online. Dus ja, wat verwacht je? Dat is crazy. Je ziet de winkelstraten die lopen leeg. Alle winkels die worden gesloten. IJzeren hekken overal voor de ramen. Ja, dat is er niet gezelliger op geworden. Nee, maar dat komt door onszelf. Want wij bestellen alles online. Ja, en ik vind het persoonlijk, ik heb er geen problemen mee. Ik heb er zelf ook geen problemen mee. Maar wat ik vooral altijd dom vind, wat ik gewoon niet begrijp, is dat als je dan, ben je lekker aan het winkelen met je vrouwtje of wat, dan kom je ergens en dan is het gewoon online allemaal veel goedkoper dan dat het in die winkel is. Ja. Ik heb letterlijk vorig jaar, kwam ik bij Nike. Maat is er niet of zo, weet ik niet. Kwam ik bij Nike
En ik wilde voor mijn vakantie wilde ik wat korte broekjes hebben, wat zwembroekjes wilde ik hebben. En toen zei die man letterlijk, ja, als je het online koopt, ben je goedkoper uit. Ja. In de winkel. Ja. Dan denk ik, ja, je moet je winkel toch draaien houden of zo. Ja, weet je? Maar kijk, weet je wat het is? Als jij een winkelier bent, is het nu sowieso een zware tijd. Je zou echt over dat soort trends moeten nadenken. Dus je ziet ook dat heel veel van die warenhuizen en grote, die hebben natuurlijk de keuze, ja, we gaan ook online doen. Ja. Als jij een klein winkeltje hebt, ja, dan wordt het gewoon lastig. Maar dan denk ik gewoon meer, dan moet je meer naar, oké, de service toe en naar de experience. Uiteindelijk zullen er altijd nog mensen fysiek langs willen komen. De eten- en de drinktentjes. Ja, jij kan moeilijk een broodje kaas opsturen, weet je? Het kan tegenwoordig zelfs al, maar jij wil er ook lekker op uit. Dat soort dingetjes. Ik denk dat er nog steeds plek voor is. Alleen ik denk, de grote, vooral de warenhuizen en zo. Ja, waarom zou ik in godsnaam daar nog naartoe gaan als het gewoon aan mijn deur wordt bezorgd? Ja, eens. Dan ga je daar inderdaad naartoe. Omdat het even gezellig is. En omdat je het misschien even wil passen. Of omdat je misschien een broodje wil eten. Of zo. Maar goed, Amazon, 134,5 miljard. Maar dat is uiteindelijk het effect wat je ziet. Want dit, als je dat helemaal terugvoert... dan zie je dat dit allemaal te maken heeft nog met het internet. In het begin bestond Amazon en dacht iedereen, ja, wat is dit? Daar gaan ze geen kloten mee verdienen. En in dat soort stadia staan wij op dit moment, naar mijn mening, nog met crypto en zo. Ja, de enige die een beetje in de buurt kwam van deze omzet was Alphabet met 80 miljard. Ja, ja, dat zijn de bedrijven die daarop inhaken natuurlijk. Ja. In april 45.000 hypotheken aangevraagd, 40% meer dan in april vorig jaar. Ja. Zit een beetje in de lift. Je ziet ook weer dat prijzen langzaam weer gek gaan doen. Kijk, er was toen paniek. Die terugtest is toch nooit gekomen. We hebben 1-2 maanden dalende huizenprijs gezien. Daarna schoot het weer de lucht in. Ja. Gemiddelde prijs wat dan betaald is voor een huis? 353.000 euro. Okay. Ja. Ja, die gaat alleen maar omhoog. Ja, ik kan er niet meer van maken. De woningen gaan niet goedkoper worden over de aankomende jaren. Nee. Dat is waar. Goed, dan hebben we een, niet zozeer een nieuw topic in de Stamgasten, maar eigenlijk een topic die er al was. Het nieuwtje van Bram. Onze Bram vindt altijd hele aparte... Bram, wat is dit nou dan? Bram vindt altijd hele aparte dingen. Dat Doorn Roosje ineens een nieuwe titel had, dat heeft Bram gevonden. Ja, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat olifantenvlees, waar jij het over had? Of waar ging dat over, Bram? 20.000 olifanten naar Duitsland. Hij weet het nog ook. Dat zijn alle nieuwtjes, die komen uit de pijp van Bram. Okay. Komen ze. Ja. Dus hij heeft er weer eentje gevonden. Amerikaanse man schopt bison en wordt gearresteerd. Zeg ik, nou oké, Bram, als dat jouw nieuwtje is van deze week, neem ik hem mee. Dan even serieus. Dan denk ik, oké, één, dan ben je niet goed bij je hoofd. Nee. Want wij zijn gek op dieren en dieren die ga je niet schoppen. Ja. Dat is één ding. Is ook een beetje nationaal bison is toch in Amerika. Dat is een beetje wel, het staat ook op die gouden munt altijd en zo. Dat is wel een beetje hun trots. Het was ook in het National Park. Maar twee, dan denk ik, je hebt wel lef ook. Als je een bison durft te schoppen. Dat zijn aardige units, toch? Dan heb je zelf ook flinke cojones als je die eventjes een serieuze schop durft te verkopen. Maar goed, de man kan een boete verwachten van $5.000. En misschien zelfs wel 6 maanden zelfs. Ja, voor mij mogen ze die gewoon lekker in de cel gooien. Voor mij ook. En die mag nooit meer een bison als huisdier. Nee. Oké. Chris, dan hebben we eerst nog eventjes een slokje whisky, want ik heb last van mijn keel. De mensen doen thuis ook mee. Vind ik leuk, hè? Ze is berichtjes. Ja, zit ook lekker mee te zuipen gewoon. Op de vrijdag. Lekker klein drankie. En lekker ouwehoeren. Dat is ook leuk. Dat is ook leuk. Er legt hier een in de hoek. Die is al aardig dronken. Die is gewoon bezig. Vol gas. Mike is een beetje ziek. Mike is een beetje ziekjes. Guardian 1970. Een mooie dynamiek hebben jullie. De energie spat er vanaf. Gaan jullie vaker wisselen van stamgasten? Ik heb natuurlijk vorige keer met Mike gezeten. Vonden de mensen leuk. Ik kan dan niet wachten om Chris en Vincent aan de bar te zien. Nou, laten we dat maar niet doen. Hij is er gelukkig nu even niet. Hij zit boven. Ja. Vraag voor de volgende stamgasten. Stel, vind ik een leuke vraag. We hebben de laatste tijd vaker een stellingje mee. Stel, je moet kiezen. Ja. Je moet traden of investeren opgeven. Welke van de twee zou je opgeven? Ik vind het tegenwoordig echt allebei wel leuk. Als je mijn passie ligt bij traden. Ja? Ja, kan toch niet. Kom op. Nou ja, mijn passie ligt ook bij traden. Alleen, ja, lange termijn wil je ook je investeren. Vermogen opbouwen doe je met investeren. Echt het grote. Maar en ik vind het ook leuk om daar onderzoek in te doen. En vooral nu met Jordi bezig is, word ik helemaal weer ingetrokken. Want je kan daar echt kans, je kan echt rendement maken, vermogen opbouwen. Ik vind traden fantastisch. We doen traden iedere dag. We zijn er iedere dag ook mee bezig. Want het is ook onderdeel van ons werk. Ik vind dat prachtig. Alleen, ik denk dat ik dan, als ik de keuze moet maken... Dat ik zou zeggen, ja, dan zou ik voor de lange termijn gaan. Want ik weet niet of ik de rest van mijn leven wil traden. Nee, ja, dat kan.
Ik vind het gewoon leuk. Dus, het is leuk. Ja. Maar wat je zelf ook al vaker aan hebt gegeven, als je echt een periode lang achter elkaar bezig bent. Dan, ja, tuurlijk. Met mate. Dus, met maar mate. Dan denk ik dus ook weer na, ja, als je dat dus de rest van je leven moet doen. Ik zou wel, ik denk gewoon verder vooruit. Zou ik mijn hele leven kunnen investeren? Ja. Zou ik mijn hele leven willen trainen? Weet ik niet. Ja, maar dat is voor iedereen anders. Dan als je de keuze moet maken. Ik zou het er nogmaals altijd naast blijven doen. Alleen als je dan de keuze moet maken, dan zou ik denk ik kiezen voor investeren. Robin TB5146. Leuke aflevering. Ik ben benieuwd wat jullie vinden van het gebruik maken van Afterpay. Achteraf betalen. Dit doordat ik denk dat het minder inzicht geeft in wat je nodig hebt. En wat sommige mensen nog wel eens vergeten. Wat ook extra kosten met zich meebrengt. Ik ben zelf dus geen voorstander. Wat vind je van achteraf betalen? Ja, dat is, als je iets niet kan betalen, dan moet je het niet doen. Dan liggen we denk ik... Kijk, en er zijn uitzonderingen. Ik heb dat wel eens in het verleden aangehaald. Moet ik heel voorzichtig zijn, want dan gaan de mensen weer... Ja, dat is slecht. Ik heb gestudeerd. Ja. Kreeg een studiefinanciering. Ja. Betaalde je 0% rente. Dus ik cashte gewoon maximale studiefinanciering. Dat investeerde ik. Hebben daarna we ook een video over gemaakt? Ja, dat het misschien niet de verstandigste manier is, maar... Daarna heb ik dat af kunnen betalen. En ik betaalde dus 0% rente. Dus wat gratis geld. Met het rendement kon ik dat gewoon afbetalen. Heb ik gewoon winst overgehouden. Ja. Waarmee zou je dat ook kunnen doen? Maximaal financieren bijvoorbeeld op een hypotheek. Hypotheekrente staat heel laag. Kan jij meer rendement maken? Dat betekent gewoon dat je met dat kapitaal winst maakt. Ja. Dus dat zijn slimme dingen. Afterpay. Ja, dat volgens mij betaal je daar 20% rente over. Ook als je rood staat, betaal je bijna 20% rente. Ja, ik heb ook wel mensen gezien die van alles en nog wat kochten met Afterpay. En die inderdaad zijn eigen schil betaalden aan rentes. En dat is een domme manier van achteraf betalen. Ik zou dat zelf niet doen, maar... En is een hypotheek achteraf betalen? Ja, eigenlijk wel, want je hebt het gekregen. En dan betaal je ook een soort van achteraf. Maar het is een hele andere situatie. Ja, dus de rentepercentages zijn anders. En je hebt tegenwoordig dan ook wel gespreid betalen. Ja, mits daar niet echt de achterlijke kosten aan zitten, kan dat. Alleen dan moet je dat wel vooruit gaan budgetteren. Heb je op een gegeven moment 20 van die gespreide betalingen? Ja, dan gaat het ook... Dan komt het op een hoop en dan worden er dat flinke stukken die je weet, moet aftikken. Je weet op een gegeven moment niet meer, als je er zoveel mee bezig bent, wat je nog open hebt staan, wat je nog moet betalen. Dus het bericht is denk ik vooral, kijk even wat voor kosten eraan verbonden zijn als je het wil doen. Want er zijn ook mensen die zeggen, ik heb een wasmachine nodig, ik heb het geld niet, maar ik moet dat ding toch hebben. Is misschien ook weer een ander verhaal, maar... Dan moet je wel kunnen budgetteren, dan moet je wel vooruit kunnen kijken. Ja, en in de basis, als het niet nodig is, zou ik het zeker niet doen. Ja. Vraag voor de volgende stamgasten. Denken jullie dat mensen die nu beginnen nog hetzelfde kunnen bereiken als jullie qua vermogen? Jullie zaten er vroeg in. Gekke stijgingen die nu waarschijnlijk niet meer voor gaan komen. Ja, dat moeten we echt een keer ontkrachten. Dat moeten we ontkrachten. Het maakt geen reet uit wanneer jij begint. Ik ben er zelfs van overtuigd, mensen die nu beginnen, die kunnen zelfs nog meer rendement als ons maken. Want wij hebben ook fouten gemaakt. We hebben ook niet alle extreme dingen meegemaakt. We hebben hele extreme trades meegemaakt. Investeringen, die hebben het heel goed gedaan. Dat betekent niet dat er niet nog 100 of 1000 van die mogelijke kansen voorbij komen. Nee, is ook zo. Ik ben zelf dan begonnen op mijn 27ste. Ja, wat als ik was begonnen op mijn 18e? Ja. Had ik misschien, als jij begint op je 18e, had je misschien meer rendement kunnen maken einde van de rit dan mij. Ja. Dat kan. Voor dus, investeren en met traden, je bent nooit te laat. Nooit. Je bent nooit te laat. En de mensen die nu denken, ja, maar ja, dit is dus precies zo'n bericht van, ja, ik heb de boot gemist, dat heeft dus geen zin meer. Het heeft altijd zin. Ja. Als je niks doet, gebeurt er sowieso niks. Nee, maar kijk, weet je wat het is? Dat zei ik er net al 20 jaar geleden. Had jij kunnen investeren in internetbedrijven? Dan had je... Ja, pak die indices erbij. Pak de chart van Amazon erbij. Google, Microsoft. Had je heel veel geld verdiend. En toen dachten mensen ook, die kans komt nooit meer terug. Ja, ja naar Bitcoin komt. We hebben daarna de chippers gezien. Die hebben precies hetzelfde gedaan. Die kansen komen continu. Ja, 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 die kansen die komen continu. En er zijn ook altijd kansen in de markt. De markt gaat niet weg. Nee. Het enige wat gebeurt is dat jij ouder wordt. En doe je wat nuttigs in de tussentijd dat je ouder wordt, ja of nee? Ja. Je kan altijd geld verdienen in de markt. En de markt gaat nergens naartoe. Dus dat is een mooi iets, denk ik. Prachtig, ja, nee, supermooi. En ga ook juist weg bij die gedachte. Ah, kut, ik ben te laat. Want daar komt de emotionele druk met zich mee. Ja, focus je op wat belangrijk is. Die kansen die zijn er in overvloed. Vaak gaat dit gepaard met niet zozeer alleen het ik ben te laat, maar ik wil heel snel. Ja. En dat is iets wat niet bestaat. Als je gewoon je rust en je tijd neemt, dan kan je hiermee beginnen. En dan kan je nog steeds serieus rendement maken. Want hardlopers zijn doodlopers. Ik schud er gelijk al gewoon een wijsheidje uit. Lekker zeg. Met een whiskytje, korte broek aan. Je voelt je helemaal goed vandaag, hè? Ja. Lekker man. Thijs, L3194, die borduurde eigenlijk even voort op een vraag uit de vorige stamgasten die ik met Mike heb behandeld. En die wilde ik ook eventjes aan jou voorleggen. Thijs die zegt, ik vond eigenlijk juist de Tato's een idee geven van dit zijn juist alledaagse gasten. In plaats van die kakkerige financiële gasten die geen lolletje ergens vanaf wilden laten komen.
Juist dat was ook wat het binnenkomen bij jullie kanaal huiselijker en makkelijker maakte. We hadden het over tato's en of je daar ooit hinder van hebt ondervonden. Ja, je wordt daar wel beoordeeld. Ja, ik heb daar geen hinder. Ik heb er persoonlijk dan geen hinder aan. Maar er zijn wel mensen die daar, die er wat van vinden. Een hele ouderwetse blik op hebben. Ja, dat moeten ze zelf weten. Dat vind ik prima. Ja, is ook prima. Daar hebben wij het even over gehad of je daar dan hinder van ondervindt. Nou ja, ik zei ook geen hinder. Maar we merkten wel dat sommige mensen zeiden van ja, ik kwam bij jullie binnen. Toen zag ik tato's dingen. Ja. Dacht ik, wow. Weet je, dus je wordt ergens dan misschien heel kort even ergens op afgerekend. Gelukkig zeggen heel veel mensen na een aantal video's. Ja, super relaxed. Juist heel normaal en aardig. Ja, maar dat is gewoon iemand beoordelen op zijn uiterlijk. En of exact. Dat nou een tatertje is of een huidskleur of een afkomst of je geaardheid. Ja, het interesseert me allemaal gereed. Wat presteer je? Nee, ik vind dat sowieso in de maatschappij dat is wat waar we nu in leven, vind ik dat een heel hekelpunt wel bij mensen. Als ze één video of één dingetje van iemand hebben gezien of een foto. Zo, maar dit is een engert of ja. Zo, weet je. Ja. En terwijl die mensen helemaal niet kennen. Nee. Dus leer ze eerst kennen, ga dan pas een oordeel vellen. Ik kan niet een oordeel vellen over iemand die je niet kent. Nee, en ik doe dus altijd gewoon mijn eigen ding. Ik focus mijn eigen ding. En dan is het juist misschien des te leuker om die mensen dan blown away gewoon. Weet je, dit is wat ik in mijn mars heb. Zelfs met Bram. Zit hij daar, kijkt hij ons gelijk aan, Brammetje. Dit is de tweede keer dat wij een stagiair hebben. Ja. En ook wij denken, je moet het niet zeggen, maar je mag wel iets denken. Ja. Wij denken in het begin, ja, weet niet of hij er wel tussen past bij ons. Het is gewoon een kladloper dat. Ja. Bram is hier als een vis in het water. We leggen helemaal in de deuk met Bram. Ja, Bram ligt echt met ons op één niveau gewoon. Ja, en hij presteert dat gewoon. Ja, maar als je van tevoren dus al een oordeel gaat vellen, dan blijkt het dus achteraf heel iets anders te zijn. Ja. En Bram is gewoon onze Bram. Hè, Bram? Ja. Nee, goed. Bram is lekker bezig geweest. Het nieuwtje van de week komt dus van Bram. En dan gaan we er ook lekker in houden, Bram. Dus zorg dat je je research doet aankomende week voor een goed, echt een goede even een keer. Hè? Ja, niet door een roosje met nieuwe tieten of olifanten. Maar even goed. Wat was vorige week dan? Prostitutie vanuit huis, dat het misschien mogelijk wordt. Prostitutie vanuit huis, dat misschien mogelijk wordt. Ik zie toch een bepaalde interesse bij Ja, hij is nog jong, hè? Ja. Hij is maar kijk, ja, die kan niet missen. Die kan niet missen. Maar heb je daar interesse in dan, om dat vanuit huis te gaan? Wil je vanuit huis gaan werken? Nee. Ik vind dat iedereen die kan vertellen om vanuit huis te werken. Kijk, dat is wel dus ook die mensen. Ja, nee, je hebt een verstandig antwoord. Of de buren daar blij mee zijn, dat weet ik niet. Maar ja, bedankt voor de input, Bram. Dat kan ook. Dat kan ook. Nou, volgende week een nieuw nieuwtje. Bram heb ook in jouw boekje weer een is dat een zo? Quoteje uitgekozen. Ik hoef ze tegenwoordig zelf niemand uit te zoeken. Bram die kiest dat voor jou gewoon uit. Even dus kijken. Neem weer een momentje. Nou, dit is een leuke. Als je geschoren wordt, moet je stilzitten. En dat is natuurlijk, we zien nu terugtestende koersen. Dus je wordt geschoren? Ja. Als je dan in paniek raakt, dan maak je bijna altijd de verkeerde beslissing. Nou, het is natuurlijk niet alleen in beleggen is dit natuurlijk een spreekwoord. Dat zie je ook in het dagelijks leven zie je dat voorbij komen. Maar inderdaad, hier geldt het niet anders. Als die prijs dan zo heftig beweegt, dan willen mensen in paniek gaan handelen. Dus dat moet je niet doen. Dan moet je lekker stil blijven zitten. Goed, dames en heren, koeken en peren. Geniet van je weekend. Ik wil zeggen bedankt voor het kijken weer naar deze Stamgast. Vergeet niet even op het duimpje omhoog te drukken. En eventjes te abonneren op het kanaal. Dan zien we jullie graag volgende keer weer terug. Laters.